Weet je? Set. Wat vind je hier het leukst? Weet ik niet. Dat is ook lastig benoemen als je voor de eerste keer deelneemt aan de kindervakantieweek van de Zevensprong. Er zijn zoveel mooie onderdelen op deze eerste dag die van start is gegaan met een 12-kamp. De week wordt voor de 37e keer in Sint-Oederode georganiseerd en er is weer een druk programma. Nou, er staat van alles op het programma. We zijn hier vandaag op Manege de Pijnhorst en er staat een enorm 12-kamp achter mij met springkussen, spelletjes, voor ieder wat wils. Morgen zijn we hier weer te gast en dan gaan we ook het park in voor een leuke speurtocht en is er hier ook sport en spel. Donderdag gaan we altijd met de bus op pad en waar we dan naartoe gaan is altijd een groot geheim. Maar het is gewoon een leuk park voor kinderen en het is al spannend genoeg om met de bus op reis te gaan. Dit jaar hebben 235 kinderen zich ingeschreven voor de kindervakantieweek. Dat aantal is al een aantal jaren gelijk. Maar we kijken altijd naar hoeveel kinderen zijn er in onze doelgroep in Sint-Oederode. En daar doen er grofweg 70% van mee. En dat is dit jaar eigenlijk hetzelfde, alleen er zijn gewoon minder kinderen in groep 3 en 4. En de nieuwkomers, zijn die er ook? Ja, daar proberen we echt een bijzondere aandacht aan te besteden via taalwerkplaats bijvoorbeeld, maar ook via de scholen om ze daar extra bij te helpen. En er zijn nu 6 kindjes die meedoen. Heb je daar bijzondere aandacht voor? Ja, vooraf wel. De taalwerkplaats helpt ze bijvoorbeeld met het inschrijven, maar ook bij het lezen van het boekje. Maar zodra ze hier zijn, merk je daar eigenlijk niks meer van. Die kindjes hebben zo snel de taal opgepikt en worden zo meegenomen door hun klasgenootjes. Nee, we merken daar hier eigenlijk geen verschil in. Nee. Jij bent hier niet voor de eerste keer? Nee, voor de tweede. En hoe vind je het nu? Leuk. En is het anders dan vorig jaar? Ja. Wat is er anders? Ja, er zijn iets meer spelletjes bij de stormbaan en zo. Jij hebt net de stormbaan gedaan. Hoe was die? Leuk. Wat was er zo leuk aan? Door al dat dingen. En het was gewoon heel makkie. En daar word je wel moe van? Nee. Kan je hem nog een keer doen? Ja, heel leuk. Wat is er zo leuk aan? Dat het snel gaat. Heel makkelijk. Makkelijk? Nou, het lijkt me toch wel moeilijk. Ja, maar het ging best wel snel en ik haalde iedereen in. Wat is er zo leuk aan de stormbaan? Dat je echt moet strijden, dat je echt zo hard kan. Omdat het gewoon heel makkelijk is. En wat vind je het leukste van alle speeltoestellen hier? De stormbaan. Net zoals bij andere evenementen is er altijd een tekort aan vrijwilligers. Ja, het is altijd lastig om de groep rond te krijgen. We willen het namelijk graag op tijd rondkrijgen en die doelstelling hebben we wel moeten laten gaan. Maar we hopen onze vrijwilligers enthousiast te maken door er een fantastisch programma neer te zetten. Maar ze ook te bedanken met een feestavond en dat soort dingen. En dan merken we toch dat hier ook vriendschappen ontstaan en ze ook willen terugkomen samen. Dus we hebben echt wel een vaste kern vrijwilligers die we gelukkig ieder jaar terugzien. En een van die terugkerende vrijwilligers is Marijn van der Sanden. Hij is ooit zelf deelnemer geweest aan de Zevensprong. Altijd heel veel plezier mee gehad. En later, ja, op mijn 16e, eigenlijk direct toen ik kon, ook mee begonnen met leiding geven. En eigenlijk nooit spijt van gehad. Jij weet hoe leuk het is om als kind hier aan mee te doen. Ja, zeker. En ik wil die ervaring graag ook aan andere kinderen meegeven. Dus vandaar dat ik het ook erg leuk vind om als vrijwilliger mee te helpen. Het spreekt eigenlijk voor zich. Als je die lach van die kinderen ziet, die er zo aan het genieten zijn, dan geniet je er vanzelf eigenlijk ook van. En dan maakt het eigenlijk niet uit of het nou heel hard regent, of dat het heel zonnig is, of tussenin. Dat is eigenlijk elk jaar leuk en elk jaar een feest. Vrijdag is alweer onze laatste dag en dan hebben we in de ochtend een vossenjacht in het dorp, dit jaar rondom het kasteel. En eindigen we binnen in de strepen met een quiz.